moet durven hier te komen. Ga weg. Vang je je oude vrienden tegenwoordig altijd op die manier? Oude vrienden, oude mannen zou je brullen. Ga weg, zei ik toch? Oh, die deur dicht. Ik wil dat je weggaat en wel nu onmiddellijk. Ik ga niet eerder weg voordat je me geluisterd hebt naar wat ik zeg. Kan me niet schelen wat je mij te zeggen hebt. Eruit! Ook niet als ik je zeg dat jouw plaat kan worden opgenomen in de beste studio's. Dat ik een manager voor je gevonden heb die ervoor kan zorgen dat je over de hele wereld kan optreden. Nee, en dan wil ik dat je gaat. Luister. Laat me los, idioot! Linda, vooruit, hou op met dat kinderachtige gedoe. Laat me los! Trek je jas. Wat dan geschreeuw om Arnie? Het gaat om je toekomst, Linda, alsjeblieft! Met je klootzak! Met platte los, man! Daar zal je spijt van krijgen. Maak je op! Kom maar. Ik zal ervoor zorgen dat hij dit nooit meer doet. Ah, nu is het kunnen vrijmaken. Ja, ik heb begrepen dat het belangrijk is. Neem de plaats. Vanmorgen heb ik bericht gehad van mijn Amerikaanse collega's Schuster en Schuster. En helaas moet ik u teleurstellen. Na uitvoerig beraad hebben zij besloten dat het geen zin heeft om een proces over het vaderschap te voeren. Hoezo? Waarom niet? Meneer Albers heeft het kind als het zijne erkend en er altijd de verantwoordelijkheid voor gedragen. En zelfs, al zouden wij aan kunnen tonen dat hij niet de natuurlijke vader is, dan wil dat niet zeggen dat hij zijn rechten, zijn aanspraken over het kind kwijtraakt. Juridisch gezien is hij de vader. En aangezien hij altijd voor het kind gezorgd heeft... Gezorgd? Hij heeft nooit voor haar gezorgd. Dat deed ik. Hij keek nauwelijks naar haar om. Ja, het spijt me, maar tot op heden is niets van die nalatigheid gebleken. Hij heeft nog u, nog het kind verwaarloosd. Er is dus geen reden om aan te nemen dat hij een slechte vader is. U bent bij hem weggegaan. U heeft het kind in de steek gelaten. En daarmee... Ja, maar ik was in de war. Het was geen makkelijke beslissing. En leek me het beste om Lotje bij de nanny achter te laten. Het is nooit met me toen in geweest om... Ik zal even een glaasje water voor u pakken. De moeder moet niet opgeven. We vinden wel een andere manier om... Alsjeblieft. Hier, drink. Spijt me. Spijt me echt. Maar kunnen we het niet nog met een ander advocatenkantoor proberen? Ik vrees, mevrouw Alberts, dat die tot dezelfde conclusie zullen komen. De situatie is toch niet hopeloos? Ik ben Lotjes moeder. En ze hoort bij mij. Ik wil dat u andere advocaten benadert. Nou, zou je nu... Nee! Er moeten anderen zijn die wel een oplossing weten. En waarom kan het bloedonderzoek niet? Dat werd als totaal zinloos gezien. Kijk, als u mij de opdracht verstrekt, zal ik er zeker werk van maken. Maar ik geef u erg weinig kans van slagen. En dan nog de kosten. Ik weet niet over welke middelen u beschikt, maar de rekening van Schuster en Schuster loopt nu al in de duizenden dollars. Wat? Als u de zaak door wilt zetten, moeten we berekenen dat het maanden gaat duren en dat de kosten zullen oplopen zonder dat wij u enig succes kunnen garanderen. Wat is dat betekent dan? Dat ik Lotje. Dat betekent dat ik. Laura! Doe vooral geen moeite om mijn secretaresse even te laten weten dat je er weer bent. Ik geloof dat je iets vergeet. Weet je het niet meer? Ik kan binnenlopen wanneer ik maar wil. De zaak is van mij. Maar nu verdoe je je tijd. Alles is geregeld. Er valt niks meer te doen. Tenzij je het wil afzeggen. Door jou heeft mijn vader zelfmoord gepleegd. Door jou en Hogedoorn. Ik vind het wel leuk om je een beetje zenuwachtig te zien worden. We zijn bezig. Ja, dat zie ik. Maar ik ben zo weer weg. Ik had een afspraak vandaag met Suzanne en ze is niet komen opdagen. Die is nog steeds niet terug van zakenreis? Dat denk ik niet. Ik heb namelijk het hotel gebeld waar ze zou zijn volgens jou. En daar is ze nooit geweest. Ik heb haar ouders gebeld en die weten ook niet waar ze is. Dus ik wil weten wat er aan de hand is. Wat ik al aan mevrouw Helmink gezegd heb... Ik geef geen boodschappen door. Ik denk dat ze het wel eens prettig vindt verlost te zijn van al die bemoeizuchtige mensen.
Ik denk dat ze in een ander hotel zit. Ik geloof je niet. Ik ga nu naar de politie. Meneer Dekker, ik ben het volkomen met u eens dat de heer Van Houten geen bevredigende verklaring heeft gegeven. Dat kan hij ook niet. Suzanne werkt namelijk voor mij aan een nogal vertrouwelijke opdracht. Het gaat om heel veel geld. Daarom heb ik haar gekozen. Wanneer is ze terug? Kan nog wel een tijdje duren. Haar moeder is ernstig ziek. Ik zal vragen of ze vanavond belt. Laat haar mij dan ook even bellen. Ik ben geen boodschappendienst. Oké, dan bel ik de politie. Lijkt u dat verstandig? Ja. Ik denk namelijk dat jij wat achterhoudt. Ik kan Suzanne de politie laten bellen nog voor u een telefoontoestel bereikt heeft. Staat u een beetje voor gek. Maar aan u de keus. Nou, ik mag je handen dichtknijpen dat ik erbij was. Anders was het mooi fout gelopen. Wat doe je hierna als alles voorbij is? Suzanne is nog steeds niet teruggekomen. Dat zien we dan wel weer. Dat was geen antwoord. Je zal het ermee moeten doen. Je hebt geen alternatief. Dankzij mij word jij niet veroordeeld voor de moord op Suzanne Balk. Je zal me moeten vertrouwen. En na vanavond zit ik er zelf tot over mijn oren in. Denk je dat ik risico's neem? Ik heb overal een antwoord op. Hey Mirjam. Hoe gaat het met je? Goed. Was dat van hem? Anita. Laat hem maar even met rust, hè. Hey, ik wil je wat vragen. Wat zou je ervan denken als jij en ik samen woonruimte gingen zoeken? Hey, ik bedoel dat we gaan samenwonen. Echt samenwonen. Vind je dat niet een beetje te snel? Waarom? We vinden elkaar toch leuk? En zoals nu is het ook niks. Jij woont tijdelijk bij Simon. Ik woon hier. Ja, ik weet het niet. Dit overvalt me nogal. En misschien kunnen we elkaar na een week al niet meer uitstaan. Ja, daar heb ik ook aan gedacht. En daarom dacht ik, misschien kunnen we wel samen op reis gaan. Iedereen zegt dat je elkaar pas goed leert kennen als je samen op reis gaat. En we kunnen gaan liften naar Zuid-Spanje of naar Italië. Zullen we even ergens anders praten? Dat lijkt me beter. Ik moet je nog iets zeggen. Ja, goed als jij dat wil. Dag Mirjam. Tot straks. Hoe is het in de States? Ja, wat heb je nou weer uitgevreten? Wat kon je me nou niet door de telefoon vertellen? Hè? Dat is niet zo moeilijk. Martine Hafkamp heeft mij aan mijn eigen zaak gewerkt. Ben jij nou helemaal krankzinnig geworden? Wat heb je met dat mens te maken? Ik kon er niks aan doen. Het ging slecht met de zaak. Zo slecht kunnen de zaken nooit gaan. Wanneer gebruik je eens een keer je hersens, jongen? We kunnen het gepreek overslaan. Ik heb je hulp nodig. Heb je iets getekend? Akte van overdracht. Meneer heeft een akte van overdracht getekend. Ik had geen andere mogelijkheid. De reden dat jij per se hier moest komen is dat Martine een deal met jou wil maken. Maar ook alleen met jou. Waarom denk je dat ik iets met dat mens te maken wil hebben? Hè? Omdat ik je zoon ben en dit misschien de enige manier is om mijn zaak weer terug te krijgen? Goed. Ik zal je helpen. Maar op één voorwaarde. Ik krijg weer meer zeggenschap in de zaak. Dan kan je hem niet nog eens een keer verkanselen. Het is mijn eigen zaak. Het is de zaak van Martine Hafkamp op het ogenblik, of je dat nou leuk vindt of niet. Moet je me toch eens één ding zeggen. Hoe kan je nou zo stom zijn om zo'n papier te tekenen? Dat was niet zo moeilijk. Ik zou aangeklaagd worden voor moord. Maar ik heb een plan.